Medewerkers van de ambulancedienst Zuid-Holland-Zuid hebben sinds kort een vertaal-app op hun smartphone. En daar zijn ze blij mee. Ja, zeker. Een heel handig hulpmiddel. Wat we ook al een paar weken nu uitgetest hebben. In ieder geval in Zuid-Holland-Zuid. En het heeft zijn nut al bewezen. Dus, Een taalbarrière staat nu goede en snelle hulp veel minder in de weg. Ja, het werkt eigenlijk heel simpel. We hebben een app op de telefoon zitten. Daar klikken we op. En vervolgens zien we daar de 8 meest voorkomende vreemde talen in de regio Zuid-Holland-Zuid. En we laten het beeld zien aan de patiënt en er zit een vlaggetje bij, dus hij kan gewoon zijn taal aanwijzen. Ik speel even de patiënt, laten we hem even zien aan mij. Dan tik ik in, Pools. Ik ben een Pool. Nou zie ik iets en dan? Dus binnen 30 seconden heb je een tolk aan de lijn. Dat is voor de meest acute situaties. Waarin we niet de tijd hebben om heel ingewikkeld met een module, een conversatiemodule aan de slag te gaan. Maar het echte nieuwtje van deze app, dat is natuurlijk die module. De conversatiemodule. Dus wij klikken dan vervolgens de conversatie, als we wat meer tijd hebben, de conversatiemodule aan. En dan vragen wij wat we eigenlijk altijd aan iemand vragen. In dit geval dan alleen in het Pools. Exact. Kijk, dus wij vragen, heeft u pijn? Dat vragen wij eigenlijk niet zelf, maar dat laten we zien. U ziet hier in het Nederlands de vraag, heeft u pijn? En u ja, maar ik ben ook nog een alfabetische Pool. Ja, u kunt niet lezen. Hè? Ja. Nee. Dus het tolkvertaalcentrum heeft het zo gedaan dat er ook nog een... En dan kan ik ja zeggen door op het V'tje te drukken of nee door op het X'tje te drukken. Nou, dan zegt de persoon in kwestie, die knikt ja of die knikt nee. Nou, de volgende vraag is van, nou ja, waar zit dat dan? Oh, hier, ik heb hier pijn aan mijn navel, heb ik hier bij mijn navel. Dat is een wat ongebruikelijke plek, maar het zou zomaar kunnen. Natuurlijk, deze meneer heeft last van zijn navel. Nou, dat wijst hij aan. De volgende vraag die we dan stellen... Ook op vreselijk veel pijn. Ja. Dus de persoon in kwestie krijgt in het Pools ook die vraag voorgelegd. En die geeft aan dat het een 10 is, dus die heeft vreselijke pijn. In Pools, Afghaans of Arabisch kunnen zo'n 15 vragen gesteld worden. Ja, we proberen natuurlijk in die 15 vragen een duidelijk beeld te krijgen... wat er aan de hand is en wat ons te doen staat. Mocht dat nou toch niet lukken en we moeten een aantal verdiepingsvragen stellen... die staan niet in de app, dan bellen we alsnog de tolk. De app telt nu 8 talen, maar als het nodig is, worden dat er meer.